Ben van Tilburg is aangeschoven met het autonieuws. We hadden het er toen straks al over, Ben. Auto helemaal vol tanken en dan bij de 30 graden plus is dat niet heel erg verstandig. Althans, dat staat in de krant. Ja, klopt. Dat was, van de week was het even nieuws. Een Duits onderzoekbureau die heeft dat, de mensen ervoor gewaarschuwd, zeg maar. Want die brandstof die wordt opgeslagen ondergronds bij temperaturen tussen de 5 en de 10 graden. En als het dan in één keer naar buiten met 30 plus, ja, dan kan het zomaar zijn dat je dus een uitzetting krijgt van 2%. En op een tank van 50 liter is dat dus een liter. He, dus als jij je tank, wat we net even over hadden, tot de laatste klik. Ja, ik doe dat meestal wel. Ja, ik ook. Gewoon druk. Tot er niet meer in kan. Maar je moet je voorstellen, als het dan uit gaat zetten. Het moet toch ergens heen. Maar zit er geen automatische ontluchting op dat het dan via een goede manier wordt afgevoerd of wat dan ook? Of komt, ja, maar het is geen ontluchting natuurlijk. Het is gewoon benzine. Of, uitzetten, maar dat moet ontluchting er zit er niet op. Als jij dus, normaal heb je wel eens. Hè, mensen maken zich ook wel zorgen om dan met dit weer, met deze hitte en die tank. En dan draai je die dop los en dan hoor je hem echt zo. Dan hoor je hem dus ontluchten, zeg maar. Ja. Dan moet je altijd goed mee oppassen dat je nooit brandbare of een sigaret of wat dan ook in de buurt hebt. Want dan is het gelijk missable. Mag sowieso niet, hè, in de buurt van een tankstation. Helemaal niet roken of niks. Ook je mobieltje niet. Nee, eigenlijk niet. Vonken sowieso niet. En de auto laten draaien met dit weer, met tanken. Maar Ben, het is dus belangrijk dat je hem niet helemaal vol tankt als het 30 plus is. Zoals nee, aan de andere kant, de ANWB die heeft er wel op gereageerd. Die zei, er zit altijd een overcapaciteit in zo'n tank van een liter of 6. Ja. Dus die ontzenuwde het bericht weer een klein beetje. Maar goed, aan de andere kant denk ik, ja, het is niet voor niks dat ze dat hebben uitgezocht. Ik zou gewoon met dit weer zeggen, tanken, eerste klik, stoppen. Ja, precies. Ik wil ook altijd op een ronde bedrag uitkomen. Ja. Nooit op 61 euro 59 of zo. Ik heb wel het last met mijn zonnebril. Als ik naar mijn zonnebril naar zo'n displaytje kijk, dat ik een displaytje niet kan lezen. Nou, dat is alleen maar voordeel. Dan zie je ook de prijs niet. Ja, dat heb je wel weer gelijk in. Dan Ben, zonnebrand. Dan moet je mee oppassen met je auto. Wat is de link? Nou, we hebben dit weer helemaal. Hè. Mensen gaan naar het strand. We zien hier de afbeelding wel. Zie je wat voor lelijke vlekken je ervan krijgt. Strepen op je motor. In de zonnebrand zit het titaniumoxide. Ja. Dat is en het zit in meerdere crampjes. Hoor. Ook in handlotion en weet ik wat allemaal. En wat voor crampjes ook. Maar als jij dus straks naar het strand gaat. En denkt van nou jongens, we gaan de kinderen maar even insmeren. Vlak bij het strand, maar even op de parkeerplaats bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je wel eens dat je... Dan verstuift dat, zo'n nevel. Ook inderdaad, maar ook dat die kinderen met hun... vieze handje of vette handjes. Dus tegen de auto aan gaan staan, krijg je er nooit meer af. Nee? Nee, het is echt verschrikkelijk. Moet je hem laten polijsten dan of zo? Nee, je krijgt het gewoon niet af. Spuiten. Wat een rotzooi. Ja, dus echt zonnebrand. Oh. Is echt nu je dat zegt, mijn vorige auto had zo'n handafdruk erop. Ja. Nou, en ik heb gepoetst tot ik er bij neerviel. Mm-hmm. Maar, er echt in. Dus maar dat is dus echt iets van een zonnebrand of zo dan? En je leren sturen en dergelijke. En je kunststofdelen van je dashboard ook. Ja. Als je daar je hand op legt met zonnebrand, het bijt er echt in. En helemaal met die temperaturen. Op het moment dat de auto dus in de zon staat, ja, het kan zo boven de 50 graden worden. Ja. Maar niet doen, want je krijgt het gewoon niet meer af. Oh, ik vind dit wel een goede tip trouwens. Ja, dat is een hele goede. Ja, nooit aan gedacht. Even wat van die schoonmaakdoekjes of snoetenpoetsers of weet ik wat inhoud. Maar zorg gewoon dat je handen schoon hebt en niet meer aan de auto komen. Oh, nou, daar gaan we dan. Ja, precies. Dan, Dubai. Ja, er was zo toevallig van de week in het nieuws dat er per jaar, en ik wist niet dat het er zoveel waren, maar er worden 2.000 tot 3.000 auto's per jaar gewoon achtergelaten. En dat zijn niet de minste. Onder andere een Ferrari Enzo van 1 miljoen euro. Die gaat social media over. Die was ook dus gewoon achtergelaten met de sleutels erin. Op parkeerplaatsen bij vliegvelden of gewoon in de stad. Of ook wel aan de rand van de woestijn. worden ze gewoon achtergelaten. En waarom dan? Het is in... De Verenigde Arabische Emiraten een strafbaar feit als jij je schulden niet betaalt. Ja. Dus heb jij een keer even een slechte maand en zeg je van nou, ze kunnen er niet incasseren, is gelijk missable, kun je gelijk, er staat gevangenisstraf voor. Dus op het moment, er zijn heel veel expats die dus dachten snel geld te verdienen vanuit het buitenland naar Dubai. Daar dure auto's aangeschaft, vaak in financieringsvorm. Ja, en dan krijg je dus op een gegeven moment dat ze niet meer kunnen betalen. En dan denken ze, nou, wat maar te doen. Nou, dan laat hem lekker staan en we gaan gewoon weg. Maar dan ergens... Kan je daar iemand nooit meer terug? Nee, maar iemand valt er toch een keertje op. Ja, en dan klopt. Dus een auto staat er dan een tijdje. En op een gegeven moment staat hij of in de weg, dan wordt hij weggesleept. Als een auto binnen 15 dagen niet opgeëist wordt, dan is daar de wet. Dan mag de regering hem gewoon veilen. Hmm. Dus dan gaat zo'n auto een veiling op. En dan kun je... Nou ja, het zijn 2.000 tot 3.000 euro auto's per jaar. En dan kun je toch best voor een appel en een ei wel een leuk sport. Ja, maar wat betaal je dan voor zo'n Ferrari van 1 miljoen? Nou, dat weet ik de bedragen niet exact. Maar
tonnetje? Gaat zo snel. Ja, nou, ik denk nog wel iets meer hoor, van zo'n auto. Maar je kan echt voor een appel en rijden dan op zo'n veiling een auto kopen. Maar kan je die dingen ook makkelijk importeren naar Nederland toe? Nou, dat is heel moeizaam. Interessant? Ja, nee, dat is moeizaam. Auto van buiten de EU is sowieso een lastig verhaal. We gaan verder met autonieuws met Ben van Tilburg van Pals en Tilburg en Magnessen. Veiligheidssystemen worden vaak wel eens overschat hè, door bestuurders. Ja, dus, we zien voor de mensen thuis dus nu weer een slapende Tesla-bestuurder. Die denkt de auto rijdt wel. Ja, die duiken steeds vaker op. Die foto's die zie je heel vaak op de sociale media voorbij komen. Ja. Dat er echt gewoon mensen slapen in een Tesla. Ja, laatst was er eentje bij Meppel ook aan de kant gezet. Die dus opviel omdat hij dus achter een vrachtwagen bleef hangen met 85 de hele tijd. En op een gegeven moment keken die politieagent. En inderdaad, meneer lag gewoon te slapen in zijn auto. En, hoe zit de wet eigenlijk wat dat betreft in elkaar? Is die al aangepast dat je in een autonoom rijdende auto niet mag slapen? Nee. Nou, dus sterker nog, je mag nog niet de auto autonoom laten rijden, zeg maar. Dus dat is als je mag gewoon niet je handen van het stuur halen en je moet gewoon je blik op de weg houden. Het staat ook in het instructieboekje van Tesla dat het niet mag. Maar goed, de reclames van het autonoom rijden, ja, dat autopilot, zeg maar, wat erop zit. Maar dat is gewoon misleidende reclame. Want er is een onderzoek geweest onder de Nederlanders van, joh, denk jij dat je met het systeem van Tesla, autopilot, dat je dus gewoon inderdaad je handen van het stuur kan halen of een appje kan versturen? Ja, 50% zegt kan. Maar blijkt gewoon niet te mogen. Nee. En ook, ja, tuurlijk, het kan wel. Die auto die remt echt wel. Alleen, je moet gewoon altijd, je vertrouwt te veel op die systemen, dus je moet gewoon alert blijven. Ja, ja. Ja, het zit altijd in de kinderschoenen. Ik bedoel, ze zijn nog niet zo heel erg ver. Ja, maar je noemt het autopilot. Hè? Bijvoorbeeld de Audi noemt het Traffic Jam Assist. Nissan noemt het ProPilot Assist. Maar autopilot, denken mensen, oh, prima. Ik hoef niks meer te doen. Ja, Nou ja, ik heb het zelf ook met mijn snelheid. Ik tik hem in en dan hoef ik niks meer te doen in principe. Want hij reageert op degene die voor mij zit. En als hij zachter gaat, ga ik ook zachter. Gaat hij weer wat harder, ga ik ook weer wat harder. Ja. Dus je wordt er wel wat luier van. Nou ja, sterker nog, het autopilot systeem in vliegtuigen. Daar zitten altijd nog twee man die gewoon altijd de systemen nog monitoren. Dus eigenlijk nergens ter wereld wordt het al helemaal losgelaten van, jongens, je kan gewoon achterover gaan liggen en je ogen dicht doen. Ja, nou ja, goed. We weten allemaal, ze zijn er wel mee bezig. Hè. De eerste auto zonder stuur wordt ook al meegedaan. Test in Amerika. Ja. Maar goed, voorlopig in Nederland is het allemaal nog niet aan de orde. En eerst moet inderdaad de wetgeving helemaal aangepast worden. Plus, als ze zoiets gaan introduceren, moet het ook in één keer helemaal goed zijn. Want we zien natuurlijk met Uber wat er gebeurd is toen. Nou, ja, dat wil je niet. Ja, nee. Dat wil je helemaal niet. Even wat anders. Ja. De run op de laatste auto's met een dikke motor. Ik was in 84 in Canada. Toen heb ik in zo'n Camaro gereden. Zo'n dikke 6-cilinder. Met een dikke motor. 3,4 liter of zo. Als je dat gas geeft, jongen, nou, dan denk je, wat gebeurt er? Ja. Fantastisch. Nou, ja, goed, weet je, het downsizen van de motor is natuurlijk al de laatste jaren is het al in gang gezet. Maar nu, en nou, de mensen zich realiseren van, hé jongens, het kon echt wel eens op het eind lopen. En het gaat met name voor de occasions. Auto's van 5 jaar en ouder, maar ook van 5, 10 jaar en ouder, die zogenaamde youngtimers. Ja. Ja, er is ineens toch dat mensen zeggen, nou, we kunnen nog één keer een V8 of nog één keer. Ja. In 2030 is het helemaal gebeurd. Althans nieuw. Maar we merken dat de prijzen toch, ondanks dat mensen zeggen, ja, zo'n ding zuipt natuurlijk veel. Maar met name zakelijk, dat ze zeggen, nou, nog één keer een dikke 6-cilinder of nog één keer een dikke 8-cilinder. Mm-hmm. Goed, en de diesels niet, maar de benzines die trekken aan. Dus, hoe kan dat dan? Je hebt gewoon mensen gewoon lekker nog eventjes gas erop willen geven. Ja, nou ja, goed. Je hebt natuurlijk altijd mensen met jongensdromen, om het zo maar te noemen, van nog één keer een dikke sportwagen. Ja. En als je dit iedere keer maar uitstelt. Ja, wat er nu minder nieuw verkocht wordt, komt gebruikt ook minder op de markt. Ja. Dus mensen realiseren zich van, nou, als ik nu nog wel een keer wat leuks wil, moet ik het gewoon nou doen. Nu doen, ja, absoluut. Ja. Okay. Even wat anders. De Nederlanders die zijn een heer en een dame in het verkeer. Zo staan we bekend, ja. Maar is dat ook op de fiets zo? Nou, in Amsterdam in ieder geval niet. Nee, absoluut niet zelfs. Nee. Als je hier zien we voor de afbeelding. De bierfiets. Die mag je dus wel drinken en de bestuurder dan wat minder, zeg maar. Of eigenlijk helemaal niet. Maar je trapt je eigen hemel de kleren op zo'n ding. Ja, heb je wel eens gedaan. Natuurlijk hartstikke leuk. Ik vind het niks. Maar goed, afgelopen maand was er een onderzoek dat 10% van de Nederlanders heeft dan toegegeven wel eens met een drankje te veel op achter het stuur gezeten te hebben. En dan denk je, nou, ik vond het nog redelijk veel, 10%. Mm. Maar goed, de Belgen is gewoon 25%. En de Fransen, die zitten ook gewoon op 23%. En de Zwitsers ook. Maar
Dus dat doen we nog best goed. Dat doen we goed. De gordel achterin om. Doen de meeste Nederlanders ook keurig netjes en dat soort zaken. Ja, maar de meeste nieuwe auto's beginnen ook vreselijk irritant te pingelen en te gongen en wat dan ook. En te tringelen. Ja, maar achterin niet altijd. Achterin ook. Ja, oké, maar dus niet altijd. Nee, is niet altijd. Een aantal merken heeft het inderdaad wel. Andere merken hebben het weer niet. Nee. Maar goed, op de fiets daarentegen kijkt niemand naar hoeveel die nou mag drinken en wat die nou mag doen. Nou, de meeste mensen denken dat je dronken op de fiets mag zitten, maar dat is niet zo. Nee, dat mag niet. Ja, we gaan vanavond naar de kroeg. Nou, dan ga ik wel op de fiets, want ik mag niet rijden. Ik ben van het weekend aangehouden. Echt waar? Op de fiets? Hetzelfde festival. Je politieagent zei, meneer, het is beter dat u toch eventjes gaat lopen. Want een fiets is in principe een vervoermiddel waar je toch je evenwicht moet bewaren. En het is niet gezegd dat je iedereen denkt dat je wel makkelijk kan fietsen. Nee. Ik miste mijn zijwieltjes. Ja, maar het is wel heel logisch als je ergens naartoe gaat of naar een barbecue. Het is gezellig. Denk, nou, we gaan op de fiets, want dan kan ik drinken. Dat denkt iedereen. Maar dat is dus gewoon niet zo. Nee. Nou ja, weet je, kijk. Het is veiliger. Met een paar biertjes op kun je natuurlijk prima fietsen. Maar rondom dronken zou ik gewoon gaan lopen, inderdaad. Of de überhaupt taxi. Niet rondom dronken. Precies. Ja, we doen nog even liggen. De uitsmijter, Ben. Ja, nou, Tesla, die is wel vaak in het nieuws met hun gekke prijsstunten. Dan worden ze weer duurder, dan worden ze weer voordeliger. Ja. En we zien hier een zwarte afgebeeld. Als je vroeger geen metallic lak wilde, maar gewoon een basiskleur, dan kreeg je zwarte, kostte niks meer. Ja. Nou, per 1 juli is het zo, als je dan een Tesla wil in zwart, moet je €1.050 extra betalen. En de standaardkleur is nu in één keer wit. Dus dat hebben ze even Maar gekregen. Dat is toch bij alle merken wit, of niet? Bij wit, ja, je hebt ook wit metallic, maar de meeste is wit gewoon metallic. Maar dit was solid black, dus ook een standaardkleur. Maar vanaf 1 juli moet je er gewoon voor betalen. Ja, ik vind die handvaten zo mooi. Handvatten, ja, dat zit erin dan allemaal. Ja. Okay. Ja. Maar goed, met een witte zei ze ook altijd. Als je gek bent, dan koop je een witte. Want met een witte blijf je zitten. Ah, dat is nou, dat is niet meer zo hoor. Dat is echt achterhaald. Ja? Ik vind een wit echt mooier dan de zwarte. Nou, meningen gelukkig. Smaak. Ben, dankjewel. Volgende week ben je er weer. Zeker. Okay.